Herken je het moment dat je puur uit verveling online gaat shoppen? Ja, dat moment is laatst bij mij voorgekomen. Oké, niet helemaal. Ik ging wel een beetje uit verveling online shoppen, maar ik had nog wat aantal dingen nodig. Namelijk voorjaarskleding of zomerkleding, want ik heb bijna geen zomerkleding. Dat is gewoon zo erg. Dus ik ging bij de H&M eventjes wat dingen inslaan. Normaal gesproken shop ik nooit online bij de H&M. En koop ik altijd alles in de winkel als ik H&M items wil hebben. Maar hey, een keer moet de eerste keer zijn. Dit is oprecht de eerste keer dat ik bij H&M online heb besteld. Volgens mij, ik weet het niet. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit in het verleden iets bij H&M heb besteld. Ik heb voor een aardig bedrag wel wat geshopt. Maar ik denk dat ik alles ook gewoon ga houden en niks terug ga sturen. Tenzij het niet past. Het is niet dat ik nu dingen heb gekocht puur om in een shoplog te laten zien. Ik wilde dit ook echt aanschaffen. Dit is de inhoud. Aardig wat artikelen. Dus laten we maar beginnen wat er gewoon bovenop ligt. En dat is een diadeem. Dit was, om eerlijk te zijn, een klein beetje een impuls aankoop. Want ik wilde eigenlijk nieuwe haaraccessoires. Hè. Ik merk dat ik het gewoon leuk vind om iets in mijn haar te doen. Oh, cute. Deze diadeem heeft grote en kleine steentjes. Ik ben gewoon vergeten wat ik allemaal heb besteld. Want het duurde wel even voordat dit binnen was. Dus het is allemaal een surprise voor mij. Oh ja, we hebben hier een topje. Het is een long sleeve. Maar hij heeft dan van die blote mouwen. Ik vond hem heel erg leuk eruit zien op de website. En ik heb deze in een maat 38 besteld. Dus ik ga ervan uit dat ik hem pas. Mocht je mij langer volgen, dan weet je dat ik echt struggles met maten heb. Het ligt ook aan de winkel, weet je wat voor maat je hebt. Maar het is voor mij altijd afwachten of ik een kledingstuk pas of niet. Maar hey, we hebben hier een maat 38. Dan hebben we een simpel wit hemdje. Ik vind het heel erg fijn om hemdjes te dragen helemaal. Als het warmer wordt. En dan in combinatie met een short of een jeans of iets anders wat aan de onderkant aan kan. Maar zo'n simpel hemdje komt altijd van pas. En dit heb ik in een maat M. Als ik iets anders dan een maat M of 38 heb aangeschaft, dan zal ik het wel laten weten. En anders ga ik elke keer mijn maat met jullie delen, maar dat weten jullie onderhand wel. Wat is dit? Oh ja, oh wat leuk. Oké, dit is een broek. En hij is stretchy aan de achterkant. Dus dat is heel erg fijn. Want dan stretcht het lekker mee. En aan de voorkant is hij wat strakker. Oh, dat vind ik wel fijn. En dit heb ik in een maat 40. In plaats van een 38. Als je dit item zo ziet, lijkt het in eerste instantie misschien wel een rok. Maar het is een broek. Maar het is wel lekker flowy. Oh, ik hou echt van luchtige kleding. Dan hebben we een top. En volgens mij had ik deze in de sale gehaald. En deze top heeft een hoge hals. Vroeger, echt back in the days, echt toen ik heel jong was, denk ik een jaartje of 4, droeg ik altijd zulke topjes. En ik had ook een periode, ik denk een paar jaar geleden, dat ik ook helemaal into zulke tops was. Maar ik zag het en ik dacht, misschien is het wel leuk. En als het warm wordt, wil je het liefst zo min mogelijk kleding aan. En ik vind dit wel redelijk luchtig. De armgaten, als het ware, zijn best wel laag uitgesneden. Ik heb geen idee. Ik kan het ook verschrikkelijk vinden. Maar misschien staat het wel gewoon leuk. Dan hebben we nog een top. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik dit wel of niet moest kopen. Want ik vond het wel heel erg leuk staan op het model van de H&M site. Maar ik heb geen idee of dit ook iets voor mij is. Zulke soort shirts droeg ik ook toen ik heel jong was. Ik weet niet, dat ribbelpatroontje. Ja, dat is nu helemaal weer in. En vroeger, toen ik een jaar of 4 was, zag je dit ook heel erg vaak. Toen vond ik het heel leuk en stond het me ook leuk. En paste het bij mijn lichaam. Maar ik heb geen idee of het nu ook nog iets voor mij is. Maar we zullen het zien. Ik besef nu pas hoeveel ik heb besteld. Ik dacht, oh, we zijn er alweer bijna doorheen. Maar nee hoor, het houdt niet op. We hebben hier een jurkje. Ja, yes. Dit is een zomerjurkje. En ik hoop dat hij niet al te kort is. Want ik hou niet van extreem korte jurkjes. Maar ik vond hem wel leuk. Het is een overslagjurkje. Redelijk luchtig, denk ik. Hoop ik.
Als het warm weer is, vind ik het sowieso heel erg fijn om lekker simpel te doen met outfits. Een jurkje of een jumpsuit, dat is lekker makkelijk. Dan heb je één kledingstuk en dan heb je gelijk een hele outfit. Dus ik ben benieuwd of ik dit ook leuk vind als ik het aan heb. Ik heb een topje besteld in een maat L. En ik weet niet of dit te groot voor mij zal zijn. Grote kans van wel. Maar ik hoop stiekem dat die wel gewoon leuk valt. Want dit was de laatste maat en ik wilde dit topje heel erg graag. Dus ik hoop dat het niet al te lelijk eruit ziet. En anders wordt het gewoon mijn slaapshirt. Dan maakt het ook niet zoveel uit, want dan slaap ik erin. Maar ik wilde hem gewoon zo graag. Dan hebben we iets non-kleding. Ik heb namelijk twee kussenslopen besteld bij H&M Home. Het zijn redelijk grote slopen. Ik hoop dat mijn huidige kussen erin past. Oh, dat moet toch wel lukken. Oké, ik heb een klein beetje ruimte over, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus hier heb ik er twee van. Ik vond ze wel heel erg stijlvol en helemaal ja, in mijn huidige stijl. En het past wel heel erg goed bij mijn kamer. En nu zijn mijn kussens heel erg basic. Wat overigens ook niet verkeerd is. Deze sloop had ik volgens mij bij de Action vandaan. Dan heb ik ook iets in een grotere maat genomen. Of nou ja, het is officieel wel mijn broekmaat. Ik heb een bikershort in een maat L gehaald. En eigenlijk wilde ik een maat M. Omdat ik weet dat het toch wel mee stretcht. Maar die was uitverkocht. Ik had hem in mijn winkelmandje gedaan. En toen ik wilde afrekenen stond die van hij is niet meer beschikbaar. Toen dacht ik, oh. Shit. Dus ik hoop dat hij gewoon oké zit. En anders... Ja, hij was ook niet zo duur. Anders gebruik ik hem gewoon lekker als pyjama broekje. Oh, dan hebben we nog een topje. Is dit een topje? Ik ben echt confused. Oh ja, dit is ook een topje. Ik had net een wit topje laten zien. En ik heb hem ook in het grijs gekocht. Lekker voor de afwisseling. Ik heb niet echt spectaculaire items. Het zijn... items waarvan ik sowieso weet dat ik het vaak ga dragen, weet je. Dat zijn het goede aankopen geweest. Ik ben gewoon een beetje klaar met dingen kopen die ik uiteindelijk toch never nooit van mijn leven ga gebruiken. Wat hebben we hier? Oeh, helemaal vergeten. We hebben hier een rok in een maat 40. Ik merk dat ik qua onderstukken beter een maat 40 kan hebben dan een 38. Soms ook wel een 38. Ligt heel erg aan de winkel. Maar ik heb hier een maat 40 van genomen. En dit is een satijnachtige rok. Maar volgens mij is die voornamelijk van polyester gemaakt. Dat had ik tenminste op de website gezien. Oh nee, hij is 100% van viscose gemaakt. Waarom zei ik polyester? Het lijkt alsof ik vet al van stoffen af weet, maar dat is totaal niet zo. Volgens mij is dit een jumpsuit. Ja, ik moest even kijken wat dit was. Ik zat een beetje te twijfelen. En ik vond het heel erg leuk dat hij stipjes had. Hele inie mini stipjes. Dus wel een leuk patroontje. Dan hebben we hier in het midden, wat een klein beetje verscholen is, een touwtje waarmee je hem aan kan trekken. En ik vind het stofje heel erg zacht. Ik word zo verrast door dit item. Hij heeft zelf zakken. Dat is toch alles wat je nodig hebt in een jumpsuit? Oké, I love it. Nu al. Ik ben even confused. Oh! Ja, we hebben een pyjama. Oh, het stofje is redelijk aan de dikke kant. Maar we hebben hier de shorts. Hij is best wel groot, maar dit is een M. Ik heb altijd pyjama's van de H&M in een M. Maar hij ziet er best wel groot uit. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. En hij ziet er ook redelijk kwalitatief uit. Dus dat is heel erg fijn. En dan hebben we een bijpassend topje. Dan hebben we hier... Ik heb zoveel spijt dat ik deze heb gekocht. Ik ben zo'n persoon, als ik iets wil hebben en het is niet meer in mijn maat, dan koop ik het toch. Waarom? Oké. Want ik dacht van, oh, dit is een maat 36. Misschien pas ik het wel. Nee, Sabrina, je gaat dit niet passen. Of wel? Ik heb geen idee. Waarom? En op zich ziet het er prima uit en misschien pas ik het ook wel. En misschien ook niet. Ik heb het gevoel dat deze te klein is. En dat is heel erg stupid.
Maar ik ga heel erg blij zijn als ik hem wel gewoon aan kan. Dus we gaan hopen op het beste. En dan hebben we hier een tas. En eigenlijk had ik mezelf voorgenomen om geen tassen meer aan te schaffen. Want ik heb redelijk wat tassen. Ik heb vorig jaar ergens mijn allereerste designer tas gekocht. En ja, ik ben wel een persoon die nu echt wilt investeren in goede tassen. Maar ik had weer een goed excuus gevonden om deze aan te schaffen. Ik had blijkbaar nog geen... Ik ben even de naam van deze tas kwijt. Bum bag? Heuptasje? Ik had geen bum bag, als we het zo even kunnen noemen. En ik vind dat heel erg handig. Want als ik boodschappen doe, neem ik vaak geen extra tas mee. Maar wil ik toch wel mijn portemonnee en mijn telefoon kwijt kunnen. En dit is heel erg handig, want dan kan je gewoon lekker hier alles in opbergen. Hoef je geen tassen te dragen op je boodschappentassen na. Maar dan heb je gewoon alles lekker bij de hand. Dus vandaar dat ik deze heb aangeschaft. Laat vooral hieronder in de reacties achter wat jouw favoriete item was. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!